Hoi, ik ben Robin en welkom bij deze speciale video van Robin's Mol Talk, namelijk de keuzevideo voor Wie is de Mol 2020. En voordat ik hierin ga duiken, wil ik iedereen die naar mijn video's heeft gekeken, heeft gereageerd en natuurlijk ook bekritiseerd, ja, van harte bedanken voor het steunen van mijn video's. En natuurlijk ook de mensen bedanken die geabonneerd zijn. Ja, dit heeft mij echt heel erg veel goed gedaan. Ja, en het heeft mij ook heel veel betekend de afgelopen weken. En nu ik deze dankwoorden heb uitgesproken, ga ik beginnen met de video. Deze zal in 5 delen opgebouwd worden. En ik zal het nu vast ook zeggen. Er zullen een aantal stukjes zullen er waarschijnlijk dubbel in zitten, omdat ze bij meerdere mensen passen. En ja, ik zal ook wel tijdens de stukjes zal ik ook toelichten waarom. En uiteraard aan het einde zal ik mijn definitieve keuze maken voor wie mijn mol van 2020 is. Dan gaan we beginnen met Miljuska. Miljuska is de mol omdat in aflevering 1 heeft ze de spreuk "de wijze kent zichzelf maar toont zich niet" gekregen. En tijdens opdracht 3 wist ze heel snel de oplossing en probeerde ze Nathan op de goede plek het busje te laten parkeren. En dan zal je zeggen van ja, maar dat is geen molactie. Nee, natuurlijk wil je bij de eerste aflevering ook absoluut niet verdacht maken, dus vandaar. In aflevering 2 tijdens de eerste opdracht gaf ze aan dat ze het groene draadje niet vast zat, maar ze vertelde niet dat er nog een knop ingedrukt moest worden om het kastje te activeren. In aflevering 4 tijdens de tweede opdracht wist ze wat de bedoeling was van de opdracht, maar ze bemoeide zich nergens mee en reed alleen de pendelauto. Tijdens de opdracht lezen en schrijven in aflevering 5 zag ze zichzelf staan op een van de waaiers. Oh ja, daar zijn we. Oh, dat is mijn naam. Oké. Na de lezen opdracht in aflevering 7 zei ze: hier ben ik. Dit kan een hint zijn richting Miljuska als mol. Ik heb op een gegeven moment, dat ik werd zo agressief, ben ik gewoon gaan staan. Dacht ik, kom maar, hier ben ik. Dat was een klaarspel. Ja. In aflevering 8 tijdens de eerste opdracht veroorzaakte ze heel veel chaos, waardoor alleen Nathan geld binnen heeft gebracht. En daarna bij de opdracht je draai vinden had ze verdacht veel antwoorden goed. En omdat ze de vrijstelling had, moest er wel een kandidaat naar huis. En de meest opvallende biecht welke zij had, was na de opdracht in aflevering 8. Hier lijkt zij te bevestigen dat ze de mol is, maar het nog niet mag zeggen uiteraard, wat logisch is. Ik kan je natuurlijk niet vertellen wat ik daarvan vind. Maar je moet doen wat jij denkt dat goed is. Volgens de statistieken, even los van of deze kloppen, heeft Miljuska het meeste geld binnengebracht. En zoals wij ons vorig jaar kunnen herinneren, had Merel hetzelfde. En daardoor is Miljuska de mol. Dan hebben we de volgende. Dat is Rob. En Rob is de mol omdat hij als 9e binnenkwam bij Rick in de eerste opdracht. En als je alle 20 letters bij de spreuken van Lao Tse verzamelde en een beetje door elkaar heen husselde, kreeg je Wie is de Mol? Of WIDM No 9, oftewel Wie is de Mol nummer 9. Rob had als spreuk "voorkom het moeilijke door het makkelijke te doen". Natuurlijk in aflevering 2 bij de opdracht afval Chinees voorkwam hij het moeilijke door Nathan de afval Chinees te laten bellen. En daardoor schoten ze in de lach en was de opdracht eigenlijk mislukt. In aflevering 3 bij de Hoovercraft voorkwam hij het moeilijke door Buddy het uit te laten zoeken. En hier kwam ook de spreuk van Johan tot z'n recht. Namelijk, zonder zelf kleiner te doen worden kun je anderen laten groeien. Rob snapte niks van de opdracht en liet Buddy groeien door hem te complimenteren met zijn denkvermogen. Buddy, volgens mij heb jij die hele code gekraakt. Ik hoop het. En het ligt volgens mij een beetje aan de communicatie naar de rest. Of het gaat uitpakken. Tijdens aflevering 4 in de postlijnenkamer wist hij genoeg om te gooien om het geld uit de pot te houden. Ook bestaat er een goede mogelijkheid dat hij de vaas heeft verplaatst en vervolgens de vaas expres heeft omgegooid om aandacht af te leiden. Ja, die broek is niet zo gunstig, Mil. Ja, het ligt aan je broek zeker. Ja. In aflevering 5 was de mol tevreden volgens Rick en laat Rob nu een tattoo op zijn arm hebben met de tekst "tevreden". In aflevering 6 tijdens de opdracht "alles kennis" was hij nogal zenuwachtig toen Nathan de sleutelpositie innam en besloot daarom als eerste naar binnen gaan om wat kaartjes te verwisselen. In aflevering 8 bij de opdracht "je draai vinden" had Rob alleen maar verkeerde antwoorden opgeschreven. En natuurlijk in de laatste aflevering was Rob natuurlijk de stem die door de telefoon heen hoorde. Geld is in weg. Loop terug, is geld. Hallo
Hij heeft, als de statistieken kloppen, het minste geld in de pot gebracht en iedereen verdacht Rob. En Rob verdacht Buddy, wat dan eigenlijk automatisch inhoudt dat Rob de mol is, zoals eigenlijk hetzelfde ging als de voorgaande jaren. Dan is Buddy de mol, omdat je met verdraaide woorden van alles kunt bereiken, maar door juist te handelen kun je anderen overvleugelen. Dat houdt in dat in de eerste aflevering hij moeite had met de sleutel vinden, terwijl hij al lang wist waar de sleutel lag, zoals in elke serie deze altijd in een hoekje op de grond ligt. Dus hij deed heel verbaasd dat hij de sleutel ineens had gevonden. In aflevering 3 bij de opdracht lijfdiensten heeft hij alles helemaal uitgewerkt, terwijl dit een best ingewikkelde opdracht was. Alleen de mol zou dit zo snel kunnen uitvogelen met de voorkennis welke hij had. In aflevering 4 heeft hij expres de sleutel teruggehangen bij de verkeerd opdracht. Dit zodat de kostbare tijd verloren zou gaan en ze minder geld in de pot zouden kunnen krijgen. In aflevering 6 in de alleskennisopdracht heeft hij voor een deel de plattegrond opnieuw getekend, zodat er niets meer verklopte. En heeft hij Nathan de verkeerde instructies gegeven, zodat hij min geld heeft gepakt op de plek waar het zou hebben gehangen. Dan hoop je weer terug naar de basispositie, die is heel makkelijk te vinden. Loop je daarna door, heb je hier aan een paal of achter de paal, dat weet ik niet meer zeker, maar daar zie je meteen Rad. Buddy was hoofdkaarten en die wist zeker dat Rad op de plek hing waar hij zei dat Nathan hem vandaan moest halen. In aflevering 7 heeft hij de verkeerde antwoorden genoemd, zodat er geen 1500 euro in de pot bij kon komen, terwijl hij de antwoorden wel had. 7 keer 3, keer 3. 21. En in aflevering 9 tijdens de finale was zijn spreuk net iets anders. Namelijk dat je met verdraaide woorden van alles kunt bereiken, maar door slechts te handelen kun je anderen overvleugelen. De mol heeft ervoor gezorgd dat er nooit het volledige bedrag van de opdracht in de pot is gekomen. En meestal heeft Buddy slechts gehandeld door dingen verkeerd te doen. En hierom is hij de mol. En dan is Nathan de mol, omdat hij bij aflevering 1 de parkeeropdracht wist Nathan waar de vrachtwagen moest komen te staan, maar toch probeerde hij Miljuska om de tuin te leiden zodat het euroteken op de verkeerde plaats zou komen, waardoor er geen geld in de pot zou komen. Deze molactie is helaas mislukt. De vrachtwagen werd goed neergezet en ze verdiende 20 euro. Ja, dan moeten wij toch vooraan? Ja, dat zou je een getal zijn. Maar als je het leest, van daaraf, lees het over hier, ja toch? Ja, maar moeten we hem dan... Moeten we hem op 5 richten dan? Bij aflevering 2 wist Nathan dat Leonie hem zou roepen om alles na te kijken, want het kastje deed het niet. En zij was net degene die het niet snapte hoe het kastje in elkaar gezet moest worden. Toen werd ik hoofd... Ik weet niet hoe, maar ik werd hoofdkastje. Als mol zou hij weten wat je moet doen om hem wel te laten werken, maar hij heeft nooit aan Leonie verteld dat je de knop moet indrukken om het kastje te activeren. Hierdoor was de opdracht voor een groepje mislukt. Toen kwam opeens Leonie naar bovenin, in paniek. Ik dacht van, oké, dit moment had ik wel ergens verwacht. Nathan, je moet me helpen. Ze zegt, ja, met dat kastje. Ik heb het helemaal aangesloten, maar het lampje brandt niet. Shit. In aflevering 3 bij de beeldenopdracht loopt Nathan voorbij een aantal beelden en pakt hij het mingeld net voordat de tijd om was. Bij de opdracht theepot heeft hij tijdlopen rek en Buddy misleid door aan te geven dat er geen kopje stond, hoe duidelijk de vrouw van de winkel ook de schenkbeker aanwees dat ze die moesten hebben. Met deze? Nee, dat is hem zeker niet, toch? Ook koos hij voor de 1500 euro in de pot, wat veel minder is dan de waarde van het servies. Dat had ze namelijk 2700 euro opgeleverd, iets wat de mol natuurlijk niet zou willen. We gaan het gokje wagen volgens mij, toch? Ja, ik. Wat wordt het? Geld. Geld? Ja. 1500 euro voor de pot. Alsjeblieft. In aflevering 6 bij de opdracht Alleskenner heeft Nathan niet geluisterd naar Buddy. Die vertelde welke envelop hij moest pakken en bracht daardoor min geld terug. Bij de lasergame opdracht heeft Nathan als enige een ander rugnummer, namelijk nummer 3, terwijl de anderen rugnummer 4 hadden. Ook heeft de mol nooit teruggeschoten tijdens het duel tussen hun. Als mol zijnde kan je natuurlijk nooit naar jezelf schieten. In aflevering 9 bij de laatste opdracht zat geld in bakje 1. De mol kan natuurlijk geen heel gesprek met zichzelf voeren, dus dit moest snel klaar zijn. Hij was ook het grootste deel van het seizoen penningmeester en heeft daardoor een aantal keer een sleutelpositie gehad als het ging om geld, wat te verdienen was voor de pot. Ook geeft Nathan aan dat hoe weinig er ook in de pot is gekomen, het team toch altijd zijn best heeft gedaan. Door deze reden ben ik ook eigenlijk vanaf aflevering 4 volledig in de Nathan-tunnel gedoken. Ik vind zijn manier van handelen en doen en zo meer dan verdacht. En dan is het moment daar, de definitieve keuze van wie ik denk dat de mol van 2020 is.
ondanks dat een hele hoop dingen erop wijzen dat Rob de Mol is of zou kunnen zijn, ga ik toch naar mijn gevoel luisteren. Mijn punten, die worden ingezet op Nathan. En waarom dit een lastige keuze is geweest, is omdat dit het meest onduidelijke seizoen tot nu toe is wat ik heb gezien. Maar ook omdat ik hier serieus slapeloze nachten van heb gehad en dat ga ik waarschijnlijk ook houden tot de mol bekend is. En ik moet hier ook wel even bij zeggen dat ik dit stukje 2 keer heb opgenomen. In eerste instantie had ik dit opgenomen voor Rob, maar mijn gevoel, mijn lichaam zei van nee, dat moet je niet doen. Je gaat voor Nathan. Punt. Dus bij deze, Nathan, it is. En dat is waar ik het voor nu ook bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze serie. Ik zal, nadat de finale is geweest, zal ik nog een laatste video maken met de molacties die zijn geweest, met hoe ik erover denk en dat soort dingen. Maar dat gaat nog komen. Dan hoop ik in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze video. Laat me weten in de reacties wat je hiervan vond. En wie jullie verdenken of dat het nog steeds Nathan is, of dat het erop is, of misschien zelfs wel Miuska of Buddy. En vergeet dan ook niet gelijk te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik wanneer ik de laatste Wie is de Mol video van dit seizoen heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.